Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda, de Windwinker. De Windwinker in HD! Ja, dat blijft dus elke keer die counter bij elke intro zou er gewoon gaan komen. In de vorige aflevering hebben we de Forsaken Fortress helemaal verslagen. Of nou ja, niet helemaal verslagen, we zijn er gewoon langs geweest en we hebben daar, zijn daar brutaal weggesmeten. En toen zijn we een boot tegengekomen, King of the Red Lions die kan praten, de Words of Men zoals hij dat zo mooi zei. En zijn we dus terechtgekomen op Windfall Island. Dit eiland ga je nogal vaak zien. Dit is een van de grootste eilanden, zeg maar, waar de meeste sidequests gedaan kunnen worden. En waar dus de meeste stuff te halen is. Dus welkom! En dat is een creepy dude, die wil je gewoon negeren. Dus daar komt eigenlijk het op neer. Dus ons doel hier is dus om een zeil te vinden. En zo loop jij er niet even een match voorbij. Maar er zijn wel een paar dingen die ik eerst hier wil doen voordat we dus zeg maar daar naartoe gaan. Sowieso had ik al een hele leuke grap in gedachten. Alleen die grap kan alleen maar plaatsvinden op het moment dat we een bepaalde item hebben. Hallo. Oké, dus we zitten hier bij een soort van baaius. En hier willen we dus zeg maar deze deur openen. En daar zien we dus zeg maar dat er iemand opgesloten was. In een groen pakje. Met een klokje om zijn. Hooray, thank you so very much. Here's Tinkle Heart for Gift of Thanks. Oké. We hebben de Tingle Bottle gekregen. Using Miiverse, we kennen nou. Het leuke van de Windwaker gaat heel veel op de Wii U is. Dat je dus zeg maar Miiverse dinges hebt. Miiverse, dat wil zeggen dat je dus zeg maar foto's en berichten zeg maar kan plaatsen. Over bijvoorbeeld bepaalde stukjes in het spel. En die kun je dan delen zeg maar via Miiverse. Ik denk niet dat ik dat zelf kan doen. Maar ik denk wel dat we er een paar tegen gaan komen. Dat ik er sommige gewoon op camera neer ga zetten. Want dat lijkt me wel lachen. Dus, maar goed, hij heeft meer voor ons. Ah, I was something, forgetting something important. Oh, Mr. Fairy, you want to become my you want to come to my island, don't you? Don't you? Don't you? Oeh, rustig aan, mafkees. En we krijgen een stukje wc-papier waarop zijn, zijn eiland staat beschreven. Open de mapscreen. If you ever need a chat setting, don't forget it. Nou, and if you like to do Tinkle Bottle, you should check in the cell. Ja, iets in de Tingle Bottles, totdat iets leuk is. En dan moeten we dus zeg maar in de dingen kijken. Nou, dan krijgen we dus nu, ja, look at the game, U-pad. Dan krijg je dus zeg maar dat je de Miiverse uitleg krijgt. En daar heb ik dus weinig zin in om dat allemaal neer te zetten. Dus ik zet hem eventjes op anyone. En receive, zelfs met spoilers, receive gewoon. Hoppakee, geen probleem. Oké, dus zijn we terug? Mooi. Nou, als ik dan dus zeg maar een kaart open. Bijvoorbeeld Tinkle's kaart. Dan zien jullie die niet. En daar baal ik van. Dus, maar goed. Met dat out of the way. We moeten dus heel eventjes zijn cel inspecteren. Want dat werd ons gevraagd. Nou, als je dus zeg maar onder zijn bed kruipt. Dan heb je dus gratis 5 rubies. En dat brengt me op een ruby aantal waar ik niet blij mee ben. Leuk. Dus dan doe ik heel eventjes grab. En dan drukken we dat ding eventjes terug. En dan siddle. Nee, niet siddle. We willen hier inkreupen. En dan willen wij dus eventjes een soort van mini doolhof ingaan. Nou, de doolhof, dat kan nogal irritant zijn. Aangezien dat er zitten dus zeg maar van die faalplekjes. En als je daar dan invalt, dan moet je dus zeg maar weer terug naar de cel kruipen. En daar hebben we allemaal geen zin in. Normaal gesproken kun je dus zeg maar een first look. Op de GameCube kun je dan heel mooi een first look activeren. Op dit punt kunnen we daar helaas niet. En waar we dus uit voor willen kijken, dat zijn dus zeg maar voor houten plateaus. En we zien ze op dit moment nog niet. Ik zag 5 rubies voor mijn neus. Dus dat is wel heel erg fijn dat we 5 rubies voor mijn neus zien. Laten we hierin gaan. Eens even kijken, wat hebben we hier? Op niks. Dus. Misschien iets. Ik haat dit doolhof! Wacht, dat leek op. Nee! Ik let niet op. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, we zijn weer terug in dat vervelende doolhof. Maar ja, ik ben eventjes bij het begin gegaan, want dan kunnen jullie dus volgen welke kant dat ik op ga. Al ga ik waarschijnlijk 300 keer eerste rondjes voordat ik eindelijk terecht kom waar ik wil wezen.
Dus dan willen we nou hier naartoe. En dan wil ik deze kant op. Ik heb echt geen flauw idee welke kant op ga. Kijk, je kunt dus een beetje wel zien wanneer dat er dus, zeg maar... Als ik nou hier af zou slaan naar rechts toe, dan zou ik dus zeg maar in zo'n booby trap weer vallen en dan zou ik weer overnieuw moeten gaan beginnen. Dus je kunt wel een beetje zien waar dus zeg maar zo'n booby trap zit en waar dat ze niet zitten. Dus ik ga hier nog gewoon naar rechts en daar links hebben ping? Nou, ik wil in één keer ping. Hartstikke gezellig. Gewoon een ping. Ping, 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 ping. En... Ken ik die? Oké. Ja, we hebben hem! We hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Yay! Ik ben pro! Ik weet niet waar die ping in één keer vandaan kwam, maar dat maakt niet uit. En we hebben de Pictobox! Dan kunnen we fotootjes maken! Dit ding is nogal heel erg anders vergeleken met de camera zeg maar, die je in de GameCube versie had. In de GameCube versie kon je maar een max van, als ik me niet vergis, maar een max van 3 foto's. Nu kunnen we er 12 hebben. En de camera die biedt heel erg veel nieuwe functies. Zoals bijvoorbeeld, je kunt dus zeg maar, het is nog wel een zwart-wit, daar moet je dus wel rekening mee houden. Hier op de stenen kun je precies zien hoe alles werkt. Maar daar zou ik nog wel over doorgaan, maar in ieder geval, je kunt dus foto's maken. Wat ik dus eventjes zou willen laten zien, als ik hier eventjes al die roepies, want roepies zijn op dit moment heel erg belangrijk en daarom neem ik ze al eventjes mee. Dus sorry dat het heel eventjes stenen oppakken is en alles, maar ja, roepies zijn nou heel erg belangrijk op dit punt, want die gaan we nogal veel nodig hebben, dus maar goed, als ik dus zeg maar draai, dan kunnen we dus zeg maar om ons heen kijken. En zo kunnen we dus foto's maken. Maar ja, het enige nadeel is maak ik een foto. Oeh, dat was verkeerd. Sorry. Is hij al in kleur? Nee, hij is in zwart-wit. Dat is eigenlijk best wel jammer. Nou, wat vervelend. Dus maar je hebt dus ook zeg maar de functie dat je selfies kan maken. Selfies is nou ook een ding tegenwoordig in The Legend of Zelda, blijkbaar. Dus put away. We willen kruipen. Laat me kruipen. Dank je. Goed, dus wat je nou eigenlijk wil doen, dan vind ik het enigste nadeel is op het moment dat je dat kistje hebt gevonden, dat je dan dus zeg maar helemaal weer terug moet kruipen. Ik doe het gewoon weer de makkelijke manier. Ik pak gewoon een booby trap en ik ben weer terug bij het eiland. Nou, dat is dus een van de dingen die ik out of the way wou hebben. En dat heeft een behoorlijke goede reden, want... met dat ding kunnen we nogal leuke grapjes gaan uithalen, maar dat laat ik wel later zien. Dus wat we dus nog meer kunnen doen, er zijn hier een heleboel sidequests. Gelukkig kunnen we ze nog niet allemaal doen. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Dan hebben we hier bijvoorbeeld een gastje, die is heel erg zakkerijnig. You looking for something? No idea what to find one. Do I look like a shiner to you? Look, I'm feeling down right now. So shove off, will you? Go piss to the guy in the mess of code or whatever. Dat is eigenlijk de hint. De hint, zeg maar, als je op zoek bent naar een sale. Hij zegt dat je deze gast hier moet lastigvallen. En als je met die gast praat... My story is a strange one. I come across coasters of a long way where the blizzard flow violently, heading for this outcast windfall. But dear me, as I travel, the terrible storm descended to my sword to bits, and though his ship to bits, yet mysterious only that escaped with so much as a mark on it. From the looks of you, I would say you are a traveler as well. Oh yes indeed. Could you not purchase that from me? It's my one and only heirloom from home. The people of this town do not seem to least be interested in that. Despite that the fact that it would help from the travel blah 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 blah. In ieder geval, hij praat dus de hele tijd over dat van hem willen kopen. En dat kost dus 80 rubies. Maar ja, aangezien dat hij dus praat over dat. Take that! Nou, dat is het zeil. Dus we hebben dus het zeil, dus we zouden dit eiland nou kunnen verlaten. Maar er is nog het een en ander wat ik hier zou willen doen. Dude, hou je mond dicht. We hebben het zeil en nou wil je niet meer mee praten. Hoi Mario, hoe gaat het ermee? Dus hier hebben we dan een andere gast die weer nog een beetje zinloos is. Die is later heel erg belangrijk. Dus Ruby! Nou is het dus zeg maar hier het een en ander wat we moeten doen. Je hebt dus zeg maar hier, want we moeten rubies verzamelen, dat zeker. Hier is best wel een grote sidequest die we kunnen doen. Er is hier een vrouwke. Hoi. Welcome to Miss Marley's School of Joy. I have a really weird voice. I don't think I have ever seen your face before. In my young school, are you in the pupil? Nee. What can I do for you on a fine day? We need to talk. Echt serieus, we moeten praten.
I know, I may look like a fashion board teacher, but I assure you I am one. How long has it been since I opened my school here on Winter Islands? 20 years! Okay, die was voor jou, Sergeant Lotelli. Ever since then, I've been teaching the children of this island about true joy. But I'd rather joyless problem. There is a little guy who boys who never listen to a word as I say. Even though I wait patiently for those boys to show up, they never come. It's if they don't want joy in their hearts. Could you please catch them, their leader, that little boy named Evan, and talk some sense into him for me? Please, young man. Ja, vooruit dan. Oké, thank you so much. Nou, graag gedaan. Nou mag je je mond dicht houden. Want ja, dit zijn nog sidequests. Kijk, niet helemaal voice acten, want dat is nogal pointless. Pointless is pointless, pointlessness. Dus we moeten dus tegen een Ivan of zo, de leader. Nou, hier hebben we dus een groepje kinderen. En nou neem ik aan dat het een beetje, zeg maar, dat de jongen, zeg maar... Are you alone or what? Hou je mond, man. Dan denk ik tot die met het petje, totdat ze, zeg maar, de leader is. Yeah! Yo, bud! You got a problem with the skill beast, huh, do ya? Don't tell me it's that annoying hack of a teacher again, is it? You came here to get to talk with the boo. Goed, je moet dus met hun praten en hun beginnen dus te zeggen dat hun een groepje zijn genaamd de Killer Bees. En dat hun dus absoluut geen zin hebben om naar school te gaan. Want school is for watches. Nou, I'll take you on. Want hij vraagt jullie zeg maar om een soort van minigame te doen. Wat we moeten gaan doen is een soort van hide and seek. Nou, hide and seek is heel erg makkelijk. Wat je dus moet doen is hun gaan wegrennen en we moeten dus zeg maar hun vieren moeten we vinden. Ze gaan niet ergens binnen staan, ze zullen niet het eiland verlaten, dat soort klets en alles. Dus daarom is het eigenlijk best wel vrij makkelijk om ze te vinden. Sta gewoon ergens dus om het hoekje. Dus als ik hier bijvoorbeeld, niet hier. Als ik hier bijvoorbeeld ergens door zo'n poortje heen ga, als ik me niet vergis was het hier. Want ze zitten eigenlijk best wel dicht bij elkaar. De enige die apart is, is dit geval hier. Maar op het moment dat je ze gevonden hebt, gaan ze ook nog eens een keer wegrennen. En wordt het hide and seek wordt dan een soort van ticketje. Leuk! Dus wat je dan wil doen is je wil ze gewoon achterna rennen. Een beetje rollen, want rollen dan ga je een stuk sneller. En kegel je zo omver. You're awesome! Dank je, dank je, dank je. Dus like mijn video. Oké, sorry. Maar ja, dat is dus één van de drie die we dus moeten vinden. Of één van de vier, sorry. Die andere drie die zijn heel makkelijk te vinden. Eén zit in de boom verstopt. Rol tegen de boom aan. En dan zit al gelijk de leader. Die dus het moeilijkst was om te vinden. Omdat hij dus de enige is die eigenlijk zoiets requires. Dat je dus een beetje moeilijk moet doen. Nee, ik wil niet meer praten. Ik ben... Hallo, ik wil niet meer praten. Hou je mond, man. Ik wil dat een kind omver kegelen of zo. Ik wil... Poef. You got me. Ja, nou, jammer voor je. Nou, de derde die zit dan nogal heel erg makkelijk. Je hebt hier Elvis en daarachter, daar zit er ook eentje. Gelukkig zonder snottenbel. Daar ben ik best wel blij om. Die rent eigenlijk best wel ver weg. Daar ben ik niet echt blij om. Waarom moeten jullie allemaal zo ver weg lopen? Ik heb een mieltje doen. Ik heb een wereld te redden. Nee, eigenlijk mijn zusje. Maar ja, mijn zusje betekent de wereld voor me. You got me. Ja, ik heb jou ook al gevangen. Nou, de laatste die zit eigenlijk best wel op een hele erge sneaky plek. Zoals ik al zei, er zijn dus zeg maar behoorlijk veel secrets op dit eiland. En hier heb je dus een van de secrets. Het lijkt zeg maar alsof dat je daar niet overheen kan lopen. Maar als je dus zeg maar je camera tegen de muur aanzet, kun je dus zien dat er een hele smalle ledge zit. Waar je dus zeg maar weer die siddle truc kan doen. Dus als we klaar zijn met siddelen, dan zien we daar dus zeg maar ons laatste broekie staan. Hi broekie. Nee. Ja. Weet ik veel. Hij maakt dat soort geluiden. Het is hetzelfde als Link. Die doet niks anders dan... Hoi, 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 hoi. Ja. Hoi, Per. Dus ja. Tikkie. Jij bent hem. Oh, Link. Bedoel je niet Flame? Oké, nou ja. We hebben ze alle vier. Oh, I can't believe it. You found all four of us. You got us all too. You didn't talk about the defeat. Look, like we lost our touch killer beast. Bla 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 bla. Nou, hun zijn dus heel erg tevreden. En we krijgen onze tweede piece of heart. Yay! Ja, dus gewoon de Killer Bees vinger en noem maar op. Ja, ik heb de balkje heb ik weer even neergezet. Ik denk bij mij, dat is wel leuk. Nou, als je dat gedaan hebt, dan wil je dus zeg maar met, die teacher wil je weer praten. Joy. Dus, oh, dit is niet de teacher. Dit is de zakkerijnige vent van alle vijf. Ik wil. Dat komt later wel. Dat komt heel erg later. Dat komt nou niet, dat komt later. Dus hou je mond. Goed, wat je dus wil doen, dus wil je naartoe.
En je wil met haar praten. What can I do? We need to talk again. Ja, we hebben het gedaan. Ja. You can't fool me. I watch it from the shadow of my door. And you really are there. En we krijgen dus zeg maar 50 rubies. Wat heel belangrijk is voor een volgende sidequest. Oh, and one more thing. Don't tell anybody there. Daar maak ik zelf wel uit. Nou, zij is dus heel erg fan van die gekke joypendants die we dus al gevonden hadden. Dus ik ga heel eventjes in mijn spoiler pack eventjes de joypendants. En als je die aan haar laat zien... Hallo? Oh, dat moet nog eventjes geactiveerd worden. We moeten eerst met de Killer Bees gaan praten. Sorry, mijn fout. Bij deze sidequest is het altijd van je moet eerst met die praten en dan pas kun je stuff doen. Want dan stoppen we naar buiten toe. Ik doe helemaal niks. Hey, sounds like you apologize to the teacher for us. Good old Miss Murray. And speaking of it, but do you know what I want to... It's a birthday soon. Boss, I think I can give you something. Don't be stupid with Killer Bees. We ain't no teacher's pets. Nah. Yeah, but the teacher loves jewelry and junk more than anything else in the world. Wat doen ze dan? Joypendants? En hier krijgen we dus te horen dat ze dus zeg maar joypendants hebben. Nou, hun hebben dus zeg maar een joypendant voor ons ergens verborgen. Want die, ja, dat is dus jewelry en dat denken ze dus dat het niet echt veel waard is. Voor hun is het meer een stukje speelgoed. Maar dat kun je dus zeg maar gebruiken om die joypendant zeg maar, ja, om dus een gratis joypendant te vinden. Nou, zoals ik al zei, joypendants zijn niet zo moeilijk te vinden in dit spel. Joypendants zijn een van de makkelijkste dingen die je eigenlijk kan vinden. Maar goed, buiten dat, er is dus zeg maar hier ook nog een boom. Die staat helemaal hier. En als je daar tegenaan rolt, valt er een joypendant uit. We hebben de gratis joypendant! Wat leuk! Jobat, jij hebt hem gevonden. Gefeliciteerd. Dus zou je die aan haar willen geven? Dat maakt ons heel erg blij, dat maakt ons heel erg vrolijk. Zou je dat doen? Geen enkel probleem. Hou nou maar je mond dicht, want ik heb het helemaal gehad met jullie kindjes. Stel ik je kindjes jullie zijn. Ik moet verstoppertje met jullie spelen. Nou moet ik nog eens een keer jullie troep gaan vinden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Het valt me eigenlijk mee dat ik nog in één keer eigenlijk in dit in Windfall Island heb gezegd hoe HD dat het wel niet is. Ping. Ja, we weten het ondertussen wel. Dus weinig HD counters op dit moment. Oeps. Dat waren er alweer twee. Maar ja, ik moet even iets voor praten. Ik bedoel, ja, we lopen nou weer terug hier naartoe en dan... Zo, hoe zijn jullie hier sneller gekomen als mij? Wij hebben jullie racefietsen of zo. Weet ik veel. Dat is niet eerlijk, jullie spelen vals. Een vals spelen is niet. Oké, nou, hoi. Ja, we need to talk. Of moet ik gewoon... Oké, we doen het gewoon deze manier. Kijk eens wat ik heb. My dear Dads. A joy pendant! Yay! En daar ben ik zo gek op. Geef het aan mij. En die heeft er dus liever 20. Maar ja, omdat we er dus al eentje hebben gestuurd... krijgen we 20 rubies. Yay! Oké, nou, dus dan hebben we nou een totaal van 85 roofties. Nou, roofties. Maar goed. Met deze sidequest nou heel eventjes uit de weg, hebben we dus zeg maar wat extra rubies gehaald. En dan zijn we dus zeg maar aangekomen bij de volgende sidequest die we gaan doen. Maar die sidequest, die wil ik heel eventjes bewaren voor de volgende aflevering. Dus ondertussen dat die annoying kinderen voor mijn neus staan, ga ik jullie heel eventjes iets laten zien. Ja, dus dat is nogal irritant. Maar goed, ik dank jullie zoals altijd voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering hartstikke gezellig vonden. En ik hoop jullie nu ook allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker in HD. Yeah! Funny face. Yeah. Maar goed. Ik ga afsluiten. Dus vond je dit een leuke aflevering? Laat het natuurlijk weten in de comment section. Laat een reactie achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. ik hoop natuurlijk dat dat wel mogelijk is. Dat jullie daar wel de zin voor hebben. Daar maken wij zo erg blij. Yeah! Oké, mijn ogen die doen nog raar. Sorry daarvoor. Dus ja, laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play. The Legend of Zelda HD. Tot morgen. Doei!